Hoi, in deze video leer ik je American Pie van Don Klein. Ja, leuk liedje. En echt een lekker kampvuurliedje ook. En deze staat natuurlijk niet in een van mijn twee kampvuurboekjes. Want dit hoort bij de serie van 3 vergeten kampvuurliedjes die net niet mijn kampvuurboekje hebben gehaald. Bij deze is het ook al een beetje een praktische reden, want het heeft 4 blaadjes. In de beschrijving vind je de bladmuziek, die kun je gratis bekijken. Alleen ja, die 4 blaadjes, ik vind dat niet zo'n succes in mijn boekje. Dus ja, niet zo handig voor in mijn boekje, maar wel weer leuk om te kunnen en te spelen. Dus je kan hem wel even gaan leren en dan alsnog bij het kampvuur meenemen. Laten we eens even bekijken. We gaan even beginnen met de akkoorden. Je ziet in de bladmuziek bij het eerste couplet dat je alle akkoorden 1 keer moet aanslaan. Nou, dat is heel handig, want dan kun je alvast alles oefenen. We beginnen bij een G, dan een D/Vies. Dat is een D en dan met je duim erbij op de dikste snaar vakje 2. Als dat niet lukt kun je gewoon een D pakken trouwens. En dan een E mineur, A mineur, C. Nou, dat is allemaal goed te doen. In de... Wat is het, 6e regel of zo, zien we nog een C en een GB, dat is een G, maar dan zonder de dikste. Dat kun je ook zo doen met 2 vingers of met 1 vinger onderin, maakt niet zoveel uit. A, minus, C, D, nou, en verderop nog een D7, dat is deze. Dus dan zet je je ringvinger op de dunste snaar vakje 2, wijsvinger op de ene dunste snaar vakje 1 en dan de middelvinger op de 4e snaar vakje 2. Nou, dat zijn de akkoorden en die kun je op die manier allemaal gaan volgen. Nou, in het refrein komt er een slagje bij. En je ziet in het refrein dat het eerste stuk staan er steeds 2 akkoorden in de maat. En dan pak je dus dat slagje van neer, neer, op, neer, neer, op. En die zie je daar staan en halverwege staat een streep. En dat betekent dus dat je halverwege moet wisselen naar het volgende akkoord. Het leuke is, je kan een beetje smokkelen met die laatste op steeds. Kun je alvast een beetje wisselen naar het volgende akkoord. Dan wordt het iets makkelijker van. Op deze manier. Dat hoor je bijna niet. En later kun je hem perfectioneren dat hij ietsjes vlotter wordt. Dan krijgen we 1 keer aanslaan. De A7, dat is de A, maar dan zonder de middelste. En hier bij de D7, dat is een akkoord met het volledige slagje, want er staat er maar 1 in de maat. En dan kun je dit slagje gebruiken. Nou, en zo kun je het hele liedje gaan volgen eigenlijk. Eigenlijk hoef ik niet meer uit te leggen. Waar je even goed op moet letten, is dat je... goed moet kijken dus hoeveel akkoorden er in de maat staan en welk slagje je dan daarbij gebruikt. Hè, bij de G en de D vies, als er dan 2 in de maat staan, dan doe je het dus zo. En dan 1 minuut is weer het hele slagje. Nou, enzovoorts. En soms staat er dus ook bij dat de akkoorden 1 keer zijn. Nou, dat is dat eerste couplet. Dan krijg je weer een refrein. Dan krijg je weer zo'nzelfde couplet. En weer een refrein. En weer een couplet. Ja, het is een heel lang nummer. Dan weer een refrein. En weer een couplet. Dan komt er weer een refrein. En dan komt er een couplet waarbij je de akkoorden 1 keer aanslaat. En daar staan ook wat andere akkoorden in. Dus let daar goed op. Dan vervolgens krijgen we het laatste refrein. Daar pak je weer die slag. En op het eind zijn er even net wat andere akkoorden. En daar zie je helemaal in de laatste maat... ook 3 akkoorden in een maat staan en dan doe je ze gewoon 1 keer en dan is hij voorbij. Dat is het hele nummer, dus op zich qua uitleg niet heel uitgebreid, dus je moet gewoon vooral de slagjes goed krijgen en dan kun je vooral het hele nummer lekker gaan volgen en dan moet dat zeker gaan lukken en dan heb je weer een extra tof kampvuurliedje erbij. Succes! Stop maar, stop maar. Wil jij nou beter leren gitaar spelen dan de abonneermeneer? Klik dan daar.